Noordvliet. Willy van der Kuilen met op links Piet Wildschut. Van der Kuilens handelsmerk was de prachtige lange paas en een dubbele kapbeweging waarmee hij honderden tegenstanders op het verkeerde been zette. Bovendien bezat de tweebenige PSV'er een verwoestend hard schot. Willy van der Kuilen was geen harde speler, maar hij bewoog zich sluipend als een roofdier over het veld. Steeds op zoek naar de juiste positie. En bij het kleinste gaatje dat hij zag was het skieten. Skieten, Willy! Op 20-jarige leeftijd maakte Wilhelmus Martinus Leonardus Johannes van der Kuilen de overstap van het Helmondse HVV naar PSV en is daarmee de jongste speler in de Eredivisie. Al bij zijn debuut maakte hij grote indruk. In het met 6-1 gewonnen oefenduel met SVV scoort Willy 5 keer. In zijn debuutjaar 1964-1965 komt Willy van der Kuilen in 27 wedstrijden tot 20 treffers. Van der Kuilen scoort aan de lopende band en wordt, mede dankzij 4 doelpunten tegen FC Twente, in zijn tweede seizoen gedeeld topscorer van Nederland. Zijn ploeg PSV draait minder. In 1968 kan degradatie pas op de slotdag worden voorkomen. Onder trainer Koert Linder haalt PSV het jaar daarop weliswaar de finale van de KNVB-beker, maar dreigt het gevoelsmens van der Kuilen echter te verzuipen. Meer vertrouwen en een plek achter de spitsen doen de Helmondse vedette goed. Willy wordt met 26 treffers opnieuw topscorer van Nederland en maakt ook internationaal zijn eerste doelpunten. Willy van der Kuilen, daar hebt u een beeld. Wat kan PSV nog gebeuren? Ondanks de doelpunten van Van der Kuilen sneuvelt PSV in de tweede ronde van het Europa Cup 2 toernooi tegen AS Roma door loting. Daar fluit scheidsrechter Emsberger af. Nu krijgen we dan het meest tragische wat we ons hadden kunnen denken. Dat zal geloond moeten worden reglementair op het veld. En zoals ik gezegd heb, het gaat een gulden gaat beslissen over een miljoenenbedrijf. De seizoenen daarna verslechtert de verhouding met Linder en loopt de doelpuntenproductie behoorlijk terug. Pas onder Kees Rijvers bloeit Willy van der Kuilen weer helemaal op. PSV valt op door aantrekkelijk en doelpuntrijk voetbal. Van der Kuilen wordt voor de derde maal topscorer van Nederland. En PSV wint voor de tweede keer in de historie de KNVB-beker door NAC met 6-0 te verslaan. Van der Kuilen gaat ineens proeven. Ja, natuurlijk, zoeken naar de goal. Hij haalt het. Hoi, schitterend doelpunt. In de halve finale wordt Ajax opzij gezet. Na misschien wel het meest merkwaardige doelpunt uit zijn hele loopbaan. Stuif. Stuif verliest de bal. Goal, nee! Zoiets hebben we van het leven nog niet gezien. Het jaar daarop wordt de landstitel voor het eerst sinds 12 jaar naar Eindhoven gehaald. En ook nu weer een curieus doelpunt van Van der Kuilen. Daar komt het schot van Van der Kuilen. Nou, nou. Een goal, geloof ik. Ja, een goal. Dan is hij door het net heen gegaan. Wat geeft de scheidsrechter? Het leek alsof die bal zat. En de PSV'ers lopen nu naar het doel toe om te laten zien dat er een gat in het net zit. Maar wat heeft de scheidsrechter geconstateerd? En inderdaad, het doelpunt wordt toegekend. Met 28 treffers wordt hij voor de 9e keer in 11 seizoenen topscorer van PSV. Europees reiken de Eindhovenaren tot de halve finale van de Europa Cup 2. En ook in het seizoen 75-76 is PSV nationaal niet te stoppen. De dubbel wordt gepakt en de ploeg uit Eindhoven weet door te dringen tot de halve finale van het Europa Cup 1 toernooi, waar Saint-Étienne uiteindelijk de weg naar de finale weet af te snijden. Wekelijks schittert Willy van der Kuilen. Zo, Willy van der Kuilen. Wat een schitterende actie. Het seizoen 77-78 wordt het meest succesvolle bij PSV voor Willy van der Kuilen. Mister PSV, die de rol van spelverdeler krijgt toebedeeld en daardoor voor het eerst sinds jaren geen clubtopscorer wordt, wordt wel met zijn ploeg ongeslagen kampioen van Nederland. Maar het succes reikt nu ook over de grenzen. Voor het eerst in het bestaan weet PSV de UEFA Cup te winnen. Na 0-0 gelijkspel op Corsica wordt FC Bastia in Eindhoven met 3-0 verslagen. In
In zijn laatste Eindhovense jaren blijven de grote successen voor Willy van der Kuijlen en PSV uit. Hij speelde ruim 17 seizoenen voor zijn club PSV. Werd 13 keer clubtopscorer, won 2 keer de KNVB-beker, 3 keer de landstitel en natuurlijk de UEFA Cup. Met 311 doelpunten, waarvan 308 voor PSV, is Willy van der Kuijlen nog altijd de ongenaakbare topscorer aller tijden van de Nederlandse Eredivisie. Begin jaren 90 zat van der Kuijlen op de bank als jeugd- en assistenttrainer. Tegenwoordig is de Helmondse vedette van weleer in dienst als scout.